Pim Schipper, net een sensationele halve finale gezien. Je verrast in eerste instantie Crispijn Arriens, maar hij verrast jou weer terug. Ja, ik had een hele goede inhaalmanoeuvre. Ik kwam een beetje van een moeilijke positie, maar dan maak ik een hele goede inhaalmanoeuvre. En dan denk ik van, nou jongens, nu gaat het lukken. Maar dan pakt hij mij vervolgens binnendoor in de laatste bocht, waar ik wat ruimte laat. En lig ik alsnog eruit voor de 500 meter. Ja, zonde natuurlijk, want het is al 1000 keer gezegd, je rijdt op je thuisbaan. Je hebt inmiddels al een medaille op zak. Hoe waren de verwachtingen? Verwachtingen had ik niet echt. Ik had wel een doelstelling, ik wilde graag een medaille halen. Nou goed, dat was de eerste dag natuurlijk al gelukt. Maar ja, dan ben je natuurlijk nooit tevreden, dus je wil altijd meer. En ik ging heel goed mee, nu net op de 500 meter. Gisteren op de 1000 meter een beetje laten verrassen, maar nu ging het weer hartstikke goed. En laat ik me op het laatste stuk toch weer pakken. En dat is gewoon jammer. Gewoon jammer. Wat niet jammer is, want laten we eens kijken naar de kleding die je aan hebt nu. Jij rijdt in de kleuren van Control. Wat is dat voor verhaal? Bij Hofmeijer mocht ik blijven. Maar zij maakten een stap over naar het allround schaatsen. En daar was ik dan de enige snelle man binnen die ploeg. Heb ik te horen gekregen dat het misschien toch beter was om een andere ploeg te gaan zoeken. Maar dat ze me wel wilden ondersteunen. Dan ga je je oriënteren. Op APPM of Control. En tenslotte belde Jack Ory van, we hebben een plek vrij. En we willen je graag erbij hebben. We hebben interesse. Wat vind je ervan? Toen is het heel snel gegaan. Ik heb heel snel toegezegd dat ik naar Control zou. Daarna is dat ook allemaal vlot doorgegaan. En ik ben zelfs al op trainingskamp geweest. Voelt heel goed. Voelt heel goed, zeg je. Want hoe is dat om weer in een nieuwe ploeg te rijden? Nieuwe mensen om je heen. Het rommelt daar natuurlijk nog een klein beetje ook nog in de ploeg. Hoe pak je de boel op daar? Ja, het rommelt nog een klein beetje. Die meiden, dat gaat vanzelf goed komen de komende dagen, komende week, denk ik. Daar gaat duidelijkheid over komen. Voor mijzelf is het een hele goede ploeg. Allemaal snelle sprintjongens. We hebben eerst het trainingskamp gehad en ik voel me heel welkom. Heel gezellig. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar samen met Jack en samen met de ploeg dat we een heel geslaagd jaar van kunnen gaan maken.